Het is zaterdag, dus dat betekent, dames en heren, een gloednieuwe minigame voor jullie. En vandaag ben ik samen met Pascal. Yo, what up, yo, dap. Wow, zijn stem is een beetje anders omdat hij verkouden is en je bent net terug van vakantie. Yeah, man, I'm back from, hoe noem je dat? Vacation. Back from holiday. Holiday. CC. Je hebt het leuk gehad? Ja, ik heb het zeker leuk gehad, man. Mooi zo. Heb je nog gave dingen gedaan daar zo? Want welk land was je ook alweer? Ik was Zwitserland. Zwitserland? Oh, ja. Doe maar. Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar het was er wel echt gewoon geweldig. De natuur, gewoon, het leek alsof je daar in real life in een game aan het lopen was. Gewoon door al die bergen en al dat soort dingen, weet je wel. Het was een beetje een onwerkelijke situatie waar je in bevond. Ja, het was heel erg onwerkelijk eigenlijk. Maar ook weer werkelijk, want ja, je bent er echt maar. Ja, maar je moest even een beetje wakker worden. Zo van, wow, ik ben hier echt. Oh mijn god, ik ben aan het vechten. Ik heb geen idee of je komt, maar... Oh, ik weet niet eens waar je... Ik ben je kwijt. Waar ben je nou heen? Lol, wat was deze gast aan het doen? Ja, ik denk ik ga maar gewoon weg, weet je. Ik bedoel, jouw verhaal was heel leuk, dus ik denk... Ik weet dat je geen twee dingen tegelijk kan, dus ik denk ik ga er gewoon vandoor. Ja, klopt, maar ik sta nog steeds op het begineiland. Ja, hier, dat bedoel ik. Ja, maakt niet uit. Ik ken je ondertussen lang genoeg om dat te weten. Dus we zijn daarom ook gewoon een goed team. Ik probeer eventjes... Ik ben al in het midden. Ik probeer hier eventjes wat goede items te krijgen. Ik heb al aardig wat. Ik heb al twee mensen vermoord. En ik heb in ieder geval even golden apples. Oh, hier komt iemand heen. Ik ben nu achter je, man. Okay. I got you. Okay, nice. Ik wacht totdat ze hierheen komen. En oh, die gaan aan het schieten. Kijk, hier lava. Hoppakee. Hier, gewoon lava pijlen. Lava pijlen. Oh, lekker. Hoppakee. Oh, heerlijk. Hier, lava. Lava, kom op. Ze schieten. Oh, kan je ook schieten op hun, of niet? Ja, ik schiet naar eitjes op ze. Oh shit, ik moet weg. Ik moet eten. Het gaat al wel lekker, man. Ze gebruiken ook van de lava. Ja, dan sta je ook in de fik. Hoppakee. Oh, lol. Hij is naar beneden gevallen, volgens mij allebei. Oh, echt? Ja, volgens mij zijn ze allebei naar beneden gevallen. Lekker. We gaan gewoon voor zorgen dat nu terug bent, dat we gewoon in één keer gaan winnen. Ja, dat komt helemaal goed. Zo van, we zijn nooit weg. We zijn gewoon terug van weg geweest. Zo, ik moest heel even... Ja. Oh. En zo? We doen gewoon net alsof dat niet is gebeurd, oké? Jullie hebben dat niet gezien. Vergeef me alsjeblieft, ik ga het goed maken. Ik ga het nu voor jullie goed maken. Oh, we hebben... Oh nee, hier pakt die pijl en boog, joh. Er zit gewoon punch 1 op. Oh, ik heb power 2. Ja, dit is niet normaal. Oké, kom op. Oh yes, ik heb pijlen. Oké, ik ga meteen naar boven. Ik heb helemaal geen armor of wat dan ook, maar dat maakt me niks uit. Kijk. Oh my god, nee! Daar was ik al bang voor. Oh my god. Ik ook bijna hoor. Oh, ik kan hem net niet raken, maar dit is... Later! Huh? Je kan het. Waarom? Knal hem neer. Wat? Waarom had ik hem niet? Ja, dit is overpowered. Dat hebben twee mensen dan gedaan en dan gaan we dat doen en... Oh, dit was echt super vervelend. Oh, maar dit is zo gemeen, dat overpowered. En dan ben ik nu ook nog in mijn eentje. Dat gaat nooit goed komen. Ja, ik werd er in één keer vanaf gebounced gewoon. In één keer, poef, één pijl. Ja, klopt. Het is zo vervelend, het overpowered. Dus ik vind dat niet zo heel erg leuk, eerlijk gezegd. Maar ik ga gewoon kijken of ik alsnog wat van kan bakken. Dus ik ga nu gewoon omhoog hier zo. Maak maar eens even een lekker broodje en zo. Iedereen die zit ook te schieten. Hier, hij daarboven ook. Oh, zag je dat? Bijna raak. Hoppakee, hier. Oh, die is bijna vanaf. Nog eentje raak. Oh my god. Maar ik ga hier ook gewoon naar boven. Oh. 1, 2. Pew. Hoppa, kijk, die is... Oh, die viel naar beneden, maar niet eraf. Wow, wat een geluk hebben ze. Maar erg. Oh my god. Oh, er loopt er iemand in het midden. Oh, die gaat naar... Oh, die... Wow, dat deed hij nou. Oh, heb ik ook een enderpil. Oh, kijk, iemand schiet op je. Ja, maar ik zit hier op zich best wel chill. Ik heb gewoon twee enchanted golden apples. Dus dat maakt het wel iets... Oh, check daar iemand gewoon. Is die nu dood?
Nee! Oh, ook zo lucky! Iedereen die ik freaking raak, zelfs al heb ik punch 1. Oh, ik heb hier ook een met power 2, dat kan ook wel heel handig zijn. Die gaan er gewoon niet van af. Oh, naast je. Ja, die ook. Hoe kunnen die het overleven? Oh, die daarnaast dan. Kom op. Ja, eentje hoor. Eraf. Oh. Oh, dit is niet de bedoeling. Oh. Ik heb geen pijlen meer, maar hè, eindelijk heb ik iemand af. Jeetje, mina. Oh. Oké, dit is wel chill. Hier heb ik even wat nieuwe pijlen. Die had ik nodig. Oh, dit is eng. Dit is heel eng. Ah! Zo, even wat eten. Oh, daarboven. Oh. Ah, nee. Oeh, net op tijd. Als die me raakte, dan kon ik de lul zijn. Oh, die gaat weer daar naar beneden. Weet je, als ik aan die kant geraakt word, maakt het niet uit. Want dan kom ik toch op dat andere eiland. Oh, hij is waar. Kijk uit. Hoppa, dankjewel. Oh, dat was sick, joh. Boom! Hoppakee! Ja, dacht het even niet, hè? Oh, kom op, je hebt hem, jij! Hoppa! Is hij eraf? Lekker. Ja, hij is eraf. Wel, hè? Ja, nice, ik heb hem. Oké, zit hij ergens pijlen of zo? Ik heb pijlen nodig. Ja, waarschijnlijk heeft hij die allemaal gepakt en ik heb hem naar beneden geslagen, dus... Oké, maar ik kan hier naar beneden. Je kan helemaal daar beneden komen, bij dat kissie. Zal ik daarheen gaan? Ja, go for it. Ze kunnen je toch niet pakken. Ja. Nee, daarom. Ik ga er gewoon voor. Iedereen is toch bezig. En ik heb genoeg blokjes om weer omhoog te komen. Oh, dit is wel een gekke constructie. Dit maakt maar niet uit. Ik zal wel kijken dat je straks niet in één keer de verkeerde pakt. Ja, en dat ik in één keer naar beneden val. Ja, dat zou heel erg lullig zijn. Maar als het goed is, vanaf hier zo, kan ik nu hem openen. Oké. Nice one, man. Oh, een enderpearl. Ja, precies wat ik nodig had. Geen pijlen verder, maar wel een enderpearl. Oh, yeah. Oké, nice. Gaan we nu gewoon weer naar boven. Kijk, dat naar boven is niet zo moeilijk. Dan gaan we gewoon hetzelfde weer terug. Zo. Hoppakee. Oh, dit is lekker. Precies wat ik nodig heb. Ik moet namelijk gewoon in het midden komen. Daar heb je verschrikkelijk veel kissies. En dan gaat het helemaal goed komen. Zo. Er staat wel eentje wel in het midden. Oké, waar zijn die anderen? Oh, daar zie ik iemand. Oh ja, er staat één iemand in het midden. Weet je, ik neem gewoon een golden apple. Voor de zekerheid. Ik ga nu die... ik weet niet of ik dit ga redden, maar ik ga het gewoon proberen. Hoppa! Oh, kijk, hier is die. Hallo. Jij mag wel even weg van mij. Oh, we zijn dik in gevecht. Oké, nu spant het erom. Hoppakee. Oh! Ja, hij neemt een apple, dat begrijp ik wel. Oh, ik neem ook even een apple. Wow, hij doet damage. Ik neem weer even een apple. Oké, nu heb ik een enchanted golden apple en daar heb ik nog eentje van. Dus dat moet goed komen. Ik doe nu best wel veel damage. Hij eet ook een appel. Oh, volgens mij zit hij in de problemen. Volgens mij, dames en heren, heb ik hem te pakken. Ik hit hem alleen maar nu nog. Maar hoe gaat het verder met jou, Pascal? Alles lekker? Ja, het gaat wel lekker op zich. Ja, ik ook. Totaal geen stress. Ja. Gewoon lekker chillen. Gewoon neem nog even een appeltje, weet je wel. Niks aan de hand. Oh, dit doet hij heel erg vervelend. Maar dat maakt niet uit. Ik sta gewoon naast je. Niks aan de hand. Hoppakee. Weet je, de volgende keer moet ik even mijn pickaxe pakken. Want dan kan ik een gat onder hem graven, weet je wel. Oh, yeah. Ik ga het gewoon niet redden. Bouw je nou gewoon in of deed hij dat nou? Wat heb ik nou gedaan? Oh, er staat iemand boven. Ja, dat is hem. Hoppakee. Oeh, hij heeft pijlenboogjes. Oh, er zit daaronder ook nog iemand. Er zitten 3 mensen op dat eiland. Oh, hij probeert mij er nu af te schieten. Dat gaat je niet zomaar lukken, vriend. Maar ik moet hier weg, man. Ik heb geen golden apples meer. Ja, er zit ook eentje achter je. Ja, hij probeert me echt af te schieten. Maar ik heb geen golden apple meer. Dat is vervelend. En die kan ik ook niet vinden. Oh, hij zit nu op die andere, of niet? Even kijken, ja. Oh, yes. Pijlen. Oh, en een enderpearl. Nice.
Oké, 37 pijlen en de ennepil. Die ennepil zet ik even op hier zo. Oké. Er zit trouwens helemaal beneden zit er ook eentje in deze pot. Oh, dit was... Oh, ik had hem bijna. Ja, ik had hem twee keer geraakt, dat wel. Oh, maar ik moet hier wel weg. Ik heb echt enderpuls nodig. Oh, heb ik hem eraf? Ja, ik heb hem eraf. Nice. Lekker. Oh, ik had echt niet verwacht dat ik het zo lang zou overleven. Oeh. Ja. Ja, 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 ja. Yes. Ja, oh, ja, lekker. Oké, dit gaat lekker. Ik heb alleen geen eten meer. Ik heb wel eten, maar geen goed eten. Waar zijn die andere mensen? Over. Oh, ik vind dat ik nog wel rustig blijf eigenlijk voor zoveel gestresst allemaal. Dit is lekker. Zit hier wat in? Oh, nee. Oh, wel een schild, dus daar kan ik wat pijlen mee tegenhouden. Dat oh, eentje zit op dat blauwe eiland. Oh, ik heb helemaal geen chestplate, joh. Hoe kan dat nou weer? Oh, hier zit ook geen chestplate in. Oh, wat vervelend. Oh, achter je. Waar achter me? Oh, daar. Ja. Oh. Oeh, hij had je bijna. Hoi. Oh. Huh? Oh, ja, ja. Oh, wat? Hij heeft zoveel luck. Ja, nu ja, heb ik hem wel. Nou, lekker. Lekker. Wow. Oh, heerlijk hoor. Je haalt zoveel geluk in met dat schot. Ja, echt insane. Oh ja, er zit één iemand op de blauwe. Dat is de ene laatste. Oh, en paars. Paars oh, zit er ook en paars inderdaad. Oké, dat zijn de laatste. Oh ja, ja, als je die raakt... Oh, oh nee, ik hielp hem juist op. Oh, nee, dat was zo naar. Oké, maar misschien hier ergens in het midden zijn nog kisten. Want ik heb echt golden apples nodig. Oh, blauw komt eraan. Hij zit nou op zo'n regenboog dingetje. Oké, ik ga naar boven. Oh, oh, oh! Kijk op zwart, kijk op achter je. Daar op daar? Zwart. Zwart, daar. Daar, ja. Oh, dat is zo moeilijk om te... Oh, oh. My god. Woe. Waar is die? Waar is die? Zwart heb je één en je hebt hier bij... Oh, hij zit hier achter bij die kist. Achter bij die kist? Ja, oh, daar. Zeg maar eens, ja, daar achter die kist, ja. Auw! Oké, nou, ik laat ze wel even met rust. Ik heb echt gewoon... Kan ik geen golden apple maken of zo? Als je gewoon een appel hebt voor mijn goud... Heb je ja, ik heb een normale apple. En ik heb hier nu 8 goudblokken. Zo. Oké, nu heb ik alleen nog crafting table. Nou, ik heb genoeg hout. Kan jij die kerel in de gaten houden die op dat regenboog zat die mij net raakte? Ja, oh, die staat daar. Ik hou hem in de gaten. Nou, dan ga ik even een crafting table maken. Zo, even kijken. Hoe werkt het ook weer? Deze. Oh, hoppakee. Gewoon een golden enchanted apple. Nice. Hopsakee. Dat is in ieder geval weer dat ik even... Oh, jeetje. Kijk wat hij gaat doen. Hij zet alles in de fik. Daar kom je nooit. Oh, dat zijn de meest vervelende campers ever. Weet je, ik heb er ook helemaal geen zin in. Dus ik neem gewoon deze in. En ik doe gewoon dit. En ik doe gewoon dit. Zo, en dan hoop ik dat ik het red. Oh! Go Enzo! Go Enzo! Je kan het! Zo. Oh, lekker! Dab on the meters. Zo, nou, die is neer. En nu de allerlaatste nog, die andere camper. Jeetje, vervelend die campers. Maar goed, daar gaan we dan. Ik heb nog geen eens een chestplate, hè. Moet je nagaan. Ik heb gewoon geen chestplate. Oh man. Daarom kreeg ik ook best wel wat damage elke keer. Toen ik in gevecht was. Ik heb gewoon geen chestplate. Oh, deze heeft een arrow nog. Oh, die andere is nog steeds daar helemaal achter. Ja, hij bouwt zich echt helemaal in daar gewoon. Ja, heel vervelend. Maar misschien hier zo, want op het midden hier zijn op zich niet zo heel veel mensen geweest. Kijk maar, hier heb ik gewoon pijlen. Oh, hier een apple. Weer een golden enchanted apple. Dus die ik net heb gebruikt, die heb ik nu weer nieuw. Dus ik ga gewoon eventjes... Oh, daar ga ik maar niet heen. Dus ik ga gewoon heel eventjes wat van deze kisten langs waar hij me niet kan raken. Hopen dat er nog een enderpearl erg... Oh, 59 golden apples. Dat had ik echt eventjes nodig. En wat zit hierin? Ja, een chestplate en weer een golden enchanted apple. Oh! Dit kan nog wel eens een win worden, dames en heren. Ik moet eigenlijk gewoon een enderpearl hebben. Kan jij kijken of hij op mij gaat schieten of niet?
Ja, ik ben hem in de gaten aan het houden. Hij heeft alleen een steenblokje vast en heeft geen idee wat hij moet doen volgens mij. Volgens mij ook niet. Hij staat er al een tijdje stil namelijk. Ik denk trouwens niet eens dat hij een boog heeft. Ik heb allemaal pijlen erbij gekregen, maar kom op. Oh, ik heb genoeg pijlen. Ik heb sowieso genoeg pijlen en genoeg apples. Maar het enige wat ik nu nog nodig heb, is gewoon die enderpearl. Oh. Schiet hem vanaf daar. Ja, kan dat? Nee, dat Jawel. Schiet hem. Als je hem vanaf daar schiet, dan kan hij misschien net nog. Nee, red ik niet. Ja, nu gaat hij zich weer verder. Ah, wat een smiecht is dit. Ja, vervelend. Oké. Okay. En wel een gouden appel. Hier zit toch ook normaal een chest? Hij schiet op je. Oh. Daar schrok ik wel eventjes van, hoor. Oké, ja, ik heb 4 golden enchant apples, maar ik heb gewoon een enderpearl nodig. Dat is... Nou, hij kijkt naar mij. Ik ga even weg hier zo. Het zal wel heel ziek zijn als hij me vanaf hier raakt. Dat zou kunnen. Ik heb zelf ook wel zo'n schot gehad. Zo'n lucky shot van ver. Mm-hmm. Maar ik ga wel even aan die andere kant kijken, want daar ben ik nog niet geweest. Ah, hij kan me wel hitten, dus wil je hem in de gaten houden nog? Ik hou hem in de gaten. Hou hem goed in de smiezen, jongen. Ja, ik zit achter zijn nekkie. Ik zit erin te hijgen, hoor. Mooi zo. Dan voelt hij de druk. Oké, dit is wel een boog, maar verder niks. Ah, verdomme. Kom op, alsjeblieft. Oh, hij gaat op je schieten. Oké, ik ben veilig hier. Ah, oh, weer niks. Oké, en in deze kist? Ah, oh, ook niks. Verdomme, geen enderpearl, niks. Oké, ik ga gewoon hier kijken. Dit is een beetje risico dat ik nu doe. Ook niks. Geef mij een enderpearl. Dit eiland ziet er best wel verlaten uit, alsof er ook niemand is geweest. Dus... Oh, ik denk toch dat ze hier zijn geweest. Ja, ze zijn hier toch geweest. Hij gaat weer schieten. Ja, want ik kan gewoon niet... Ja, ik ga er niet vanuit dat hij raakt helemaal vanaf daar. Maar ik kan gewoon niet naar hem toe gaan als ik wil winnen zonder een enderpearl. Dat is een beetje het vervelende. Ja, oh. Want je moet sowieso bouwen. Ja, ik moet sowieso bouwen. Kijk, hierboven, deze chest hebben ze nog niet opengemaakt, want er zitten hier superveel items in. Alleen, er zit dan net geen enderpearl in, dus... Alleen een nadeel wat hij ook heeft gedaan is die lava. Dus je kan niet ook makkelijk onder hem bouwen of zo, want daar zit dus die hele vloed met lava. Ja, hij heeft het vast vaker gedaan dit, in deze map, denk ik. Want op zich is het wel een goede tactiek, maar het is gewoon vervelend dat het camp is. Hoop. Het is best wel een smerige tactiek. Oh, die chesten beneden, weet je wel. Die zijn sowieso nog niet open. Oh, deze wel, want ik zie hier 1 rechte lijn van blokken. Maar dat eiland hiernaast misschien niet. Oh, hij schiet op je! Oei, die was op zich best dichtbij. Oh, die was ook op zich de best dichtbij. Oké, ik ga weer weg. Oké, hier zo zijn ze nog niet beneden geweest, of wel? Oh, ook. Ook, of niet? Ja, want ik zie allemaal die blauwe blokken. Ja, ze zijn ook geweest. Jeetje. Er moet sowieso nog wel een plek zijn beneden waar ze nog niet zijn geweest, lijkt mij. Even kijken, daar zijn ze ook geweest. Daar ook. Wow, best wel veel mensen gaan naar beneden, blijkbaar. Oh, dat had ik niet verwacht. En daar zo? Oh, nee, daar niet. Oké, hou hem goed in de gaten, hè? Uh-huh. Ik ga nu weer bouwen. Hij crouched, hij doet niks. Okay. Hij schiet op je! Ah, hij stuurt mij een bericht, die kerel. Echt? Ja, hij zei, dude, I can do this all night. Oftewel van, yo, gast, maakt niet uit wat je doet. Ik kan dit de hele dag doordoen. Gewoon hier blijven campen. Ah, wauw. Dat is zo smerig. Ja, dat is heel smerig. Maar maakt niet uit. Echt als een man. Als ik eenmaal die enderpearl heb, dan... Oeh. Dan pak ik hem, jongen. Dan is hij van mij. Zo, deze weg. Ah, nee. Er zitten zieke items in en weer pijlen en noem alles maar op. Maar geen freaking enderman, wou ik zeggen. Enderpearl, oh, dit is zo balen. Hebben jullie ook zo'n hekel aan campers? Doe dan een blauw duimpje omhoog, dames en heren. Want dit kan zo vermoeiend zijn. Maar als ze hem eenmaal hebben, dat is wel heerlijk, hoor. Oké, hier zit ook niks in. Oh, hij staat echt op een randje nu gewoon. Ja, maar... Dus dan, als je via de zijkant bent, dan kan je hem een heel mixen nog aftikken. Ah, nu niet meer. Ja, ik moet op dat witte eiland zien te komen. Ja, hij heeft het echt vaker gedaan, hoor. Met dat lava onder hem. Ja, smeer. Vuile, viezerik. Echt, hè? Nou, gaan we weer. Kijk, deze chest had ik allemaal gehad, hè? Ja.
Oké, dan gaan we weer eventjes naar het midden. En dan, ja, dan ga ik maar naar hem toe bouwen. Ik weet niet wat ik anders moet. Zo, dan gaan we via hier. Dan kan hij ons even niet zien. Ja, maar ik zit te kijken, want stel jezelf vanaf midden naar hem toe bouwen, dan zit je nog steeds met die lava en dan kan hij vanaf boven naar beneden schieten. Ja, klopt. Oh, hier hebben ze ook gebouwd. Oké, hier heb ik wat blokken. Dus je moet kijken of je naar het witte of het paarse eiland toe kan. Oh, je kan als je je kan heel makkelijk naar het paarse eiland toe gaan. Ja, en dat zit naast hem? Ja, want als je zeg maar teruggaat naar die regenboog en dan gewoon die regenboog volgt. Dan kom je op een gegeven moment, moet je een heel klein bruggetje bouwen. En dan kan je gewoon de bruggetjes volgen en dan kan je zo makkelijk naar het paarse eiland toe. En weet je wat ik ook kan doen? Is proberen om helemaal via de onderkant daar te gaan. Ja, ik denk wel dat hij dat ziet. Ja, zou je denken? Ja, want hij houdt je nu ook echt compleet in de gaten de hele tijd. Ja, hij zit de hele tijd te kijken of niet, ja. Ja. Oké, naar het paarse zei je? Ja, naar het paarse. Want als je hier zeg maar... Zie je die blauwe bruggetjes daar? Die hij heeft gemaakt? Die blauwe bruggetjes? Ja, daar kan ik wel makkelijk overheen inderdaad. Ja, dan moet je via de... even kijken, als je naar hem kijkt en dan via de rechterkant... kan je nog een klein bruggetje maken van de regenbogen en dan kan je er zo overheen springen. En dan hopen dat hij niet raakt. Oké, ik ga heel even nog hier kijken voor de zekerheid naar chesten. Maar... Ah, hier nog een enchanted, maar... Jeetje, de hele tijd geen enderpearl. Echt vervelend. Heel vervelend. Oh, hij staat nu helemaal bovenop. Hij staat helemaal bovenop? Nu ja, nu niet meer. Hij is nu weer terug. Waar stond hij ook weer? Oh ja, daar. Oké, nou, dan ga ik maar naar de regenboog en dan ga ik wel naar hem toe. Het is niet anders. Het is niet anders. Oké, waar, welke kant? Links of rechts? Als je naar hem kijkt, recht. Oké, rechts. Zo. Oké, en via waar moet ik dan? Dan kan ik gewoon bij zijn brug daar zo. Ja, gewoon dit blijft volgen en dan moet je daar een klein bruggetje maken. Ik hou hem in de gaten of het gaat schieten of niet. Ja. Hij heeft nu niks vast. Ik kan niet snel bouwen. Oké, daar gaan we. Ja, hij blijft naar beneden kijken. Hij doet niks. Oké, nou, nu zijn we hier. Kom hier, coward, zegt hij. Hij zit ook echt tegen me te praten. Maar echt. Oké. Ik heb een power 2. Oh, hij zei pijl naar boven, pijl naar boven. Dat was wel een beetje laat. Oh man. Hij heeft hem nog steeds vast. Holy shit. Ja, hij is nu op je gericht. Als ik hem nou even zo'n tikje naar beneden kon geven hier. Hier. Bam, jongen. Hier, bam. Hier. Vind je hiervan? Vind je fijn, hè? Oh, als ik daarheen kon, jongen. Oh. Ja, als je nou een enderpearl had en gewoon in dat vak van hem kon, zeg maar, teleporteren. Oh. Ja, echt heerlijk. Probeer naar dat... Hij heeft een appeltje genomen. Ja, ik doe hem best wel pijn, namelijk. Probeer naar dat paarse eiland te gaan. En naar dat eiland onder hem? Nee, niet onder hem. Maar gewoon op de paarse eiland en dan naar boven. En dan op dezelfde hoogte zeg maar als hem komen. Ja, want ik moet wel op dezelfde hoogte inderdaad komen, want anders dan... Ja, want zo, in ieder geval zo kan je hem er niet afschieten. Nee. Volgens mij heeft hij genoeg gouden appeltjes om leven te blijven. Ja, volgens mij ook wel. Dus even kijken, waar moet ik dan heen? Hier naar het paarse eiland kan je gewoon de brug volgen. Dus dan is het in één keer erheen rennen. Dus hier naar rechts? Ja. Ja, hij blijft de hele tijd schieten, dat is zo vervelend. Hij heeft nu alleen zijn shield, Ja, pak nu een gouden appel. Ik moet dus daarheen. Ja, hij pak nu zijn gouden appel. Nu heeft hij zijn boog weer. Hij gaat sowieso op mij schieten, dat is het vervelende. Ja, ik ga daar nooit komen. Dit is gewoon onbegonnen werk eigenlijk. Wel, vertrouwen Enzo, you got this. Het is moeilijk Pascal, het is zo'n vervelende camper Pascal. Ja, ik weet het Enzo, hij heeft een shield, Go, nu kan je, rennen, gewoon nu rennen. Nee, want hij kan zo snel... Hij heeft zijn ding meer. Hij kan zo snel switchen, van schild naar... Maar ik schiet hem elke keer expres met mijn... Hij heeft nu gouden appeltje genomen. Ik schiet hem elke keer expres met mijn power 2 boog. Hij heeft nu de hele tijd niks vast.
Nu heeft ze boog weer. Nou, ik raak hem wel lekker de hele tijd. Ja, hij heeft wel een beetje potato in deze man. Oké, ik zal nu gewoon in één keer rennen als hij weer weg is. Oh, het zou zo mooi zijn als ik win dan, hè? Dan zit hij de hele tijd te campen voor niks. Als je er nu in één keer zeg maar net overheen kan schieten, oh. Oké, ik heb nu best wel veel. Oh, hij neemt een appeltje, Go, 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 go. Ja, ja, ik heb geen blokjes meer in mijn handen. Ja, je moet nu. Hij heeft nu zijn shield. Je moet in één keer gewoon rennen. Want hij gaat je toch goed dan ook missen. Omdat zijn aim is echt poep gewoon. Ja, zijn aim is niet zo heel goed inderdaad, dat klopt. Dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom die campt. Ja, dat zou best kunnen, ja. Oké, nu gaat hij weer schieten. Oh, nu zie ik hem. Hou. Hoppakee. Opbakken jij. Hoppakee, ja, als ik hem een paar keer raak, dan moet hij... Oh! 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 Oh, hij schoot er bijna overheen. Wat, mij eroverheen? Nee, jij schoot hem er bijna overheen. Ja, als hij... Ik ben bijna op het bovenste stuk. Als hij springt en ik schiet hem raak... Ik kan niet eroverheen vallen in één keer. Oh, je raakt hem wel echt... Hij zit echt vol met pijlen. Oh, hij neemt appeltje. Ja, ja, lekker. Oké, yes. Hij kan je nu niet meer raken. Nu moet hij zijn blokjes mollen. Lekker. Oké, nu ga ik hier naar boven. Oké, dit is de eerste stap, mensen. How to destroy a camper. Oh, hij zit nu boven het blokje. Zal hem er nu zeg maar af kunnen schieten, want hij zit nu niet erin. Ja, ik moet hier eerst even naar boven zien te komen. Ja, hij zit nu echt op een perfecte plek waar hij hem af kan schieten. En nu niet meer. Nu wel weer. Oké. Ja, ik moet hier even een goede muur maken nu, want als hij maar één keer raakt, dan heb ik al het werk voor niks gedaan. Ja. Zou heel erg zuur zijn. Zo. Dit is mijn kasteel en niemand komt erin. Wat zei je? Ik zal hem iets hoger maken aan de achterkant. Ja, ja, ja. Ik moet gewoon heel eventjes wel de tijd nemen om dit... Hij gaat soms, gaat hij zeg maar er bovenop staan, zodat je hem er perfect vanaf kan tikken. Hij doet heel risky nu. Kijk, ik doe even dit, want dan kan ik overal mooi opstaan. Even kijken. Oh, ik heb helemaal niet zoveel blokken meer, man. Ik heb echt heel weinig blokken nog nu. Oh, deze weghalen. Kijk, ik moet hier even één plekje naar beneden hebben waar ik heen kan gaan, zodat hij me sowieso niet kan raken. Hij is op je aan het schieten. Kijk, dit is hoog zat. Au. Kijk, ik zal deze eens weghalen. Even kijken wat er dan gebeurt. Die. Oké, nu raak ik hem wel een paar keer, maar... Oh man, dat is zo spannend! Ja, echt hè? Ja, en nu moet ik daarheen gaan bouwen. Dat is het enige hoe ik daar nu kan komen, is daarheen bouwen. Ja. Dus eigenlijk afmaken wat iemand hier ooit probeerde te doen. Oh, echt, schiet op je. Oh, is op jij. Heeft hij nog veel pijlen, denk je? Ik heb nog één stack pijlen. Ja, want als hij geen pijlen meer heeft, dan... Ja, dan is het ook afgelopen met hem. Ja. Weet je wat veel is? Ik kan hier ook aan de zijkant. Ik moet gewoon alles hier nu dichtbouwen. En ik heb nog maar 4 blokjes. 5. Met een golden blok erbij. Wow. Dus kijk, ik moet hier nu de hele tijd de muur maken. Helemaal daarheen. Ja, daar heb ik gewoon niet genoeg items voor. En die chest die daaronder staat, zit daar niet meer nog blokjes in? Come here and fight me like a man, zegt hij.
Oh, oh, dat zegt hij nu. De man die de hele tijd zit te campen. Echt, hè? Wat een man. Zo vervelend. Oh, hij stond er heel veel bovenop, zag je dat? Oh! 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 What? Lekker! Yeah, boy. Yeah, boy. Ik zei even in de chat lol. En ik wilde tegen hem pussy zeggen, maar dat mocht niet blijkbaar van de server. Oh, maar wat is dit heerlijk. Dat ik hem gewoon op deze manier heb gekilled. Ik ben helemaal niet aan het schreeuwen en uit mijn dak aan het gaan, maar ik ben zo blij. Ik kan het gewoon niet geloven. Daarom ga ik helemaal niet los of schreeuwen of zo. Ik kan gewoon niet geloven dat ik heb gewonnen. Ik ging er eigenlijk van uit dat hij zou winnen, maar ik heb het gewoon geflikt. Je hebt gewoon gedaan, man. You did it! Oh man, dankjewel Pascal voor de support en dankjewel jullie kijkers. Dit was echt heerlijk. Het was een beetje langdradig misschien, maar ik ben zo blij dat ik heb gewonnen. Oh my god. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe minigame. Laat even weten in de reacties wat jullie willen. Egg Wars, nog een keer Sky Wars of misschien een andere minigame. Laat het weten en dan ga ik even kijken en dan ga ik een minigame spelen die jullie hebben achtergelaten. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe. Peace!